The silence fades into the night. Coyotes sing at the moonlight. These open highways are calling our name. And now it's time for us to escape. We staan hier op een stil landweggetje. Hele mooie omgeving. Een beetje voorzichtig zijn met de zon. Kijk, aan die kant, als ik daarheen loop, kom ik op de minicamping uit waar we op dit moment staan. Daar zijn we een maand, geloof het of niet, voor ons ook de eerste keer. En we zijn maar 8 kilometer van huis. Dus dat is best bijzonder. Ik wil jullie eerst even de omgeving laten zien, want het is hier een en al natuurgebied. Daarachter heb je de zogenoemde Boksenberg natuurgebied. Dat gaat over in de panbossen. Ook heel mooi. Als je daar doorheen loopt en je loopt maar verder en verder, dan kom je aan de andere kant uit op de Zomerense heide met zijn vennen. Er liggen verschillende grote vennen, daar is het ook prachtig wandelen. En achter de Zomerse vennen ligt de Strabrechtse heide. Heel groot, prachtig gebied. En dan draai ik nog een stukje verder. En dat kun je van hieraf niet zien ook. Maar aan die kant ligt de Grote Peel. Wel bekend bij heel veel mensen ook. Dus er is hier voldoende te zien en te doen. En dan ga ik nu zo meteen richting de camping lopen. Zal ik jullie laten zien wat een mooi plekje we hebben gevonden. Zo, we zijn bij de camping aangekomen. Hij heet Mini Camping Heksenheuvel. En hij ligt in het kerkdorp Zomerenheide. Een van de kerkdorpen van de gemeente Zomeren. Dit is de straatje rechtdoor, rijdt waar je direct in de panbossen. En hier kom je op de minicamping terecht. Het is nog erg rustig nu. De grote drukte moet nog gaan beginnen natuurlijk. En zoals je kunt verwachten op een camping die Heksenheuvel heet, vind je overal heksen. Het is niet direct een kindercamping. Alhoewel die het hier wel heel fantastisch zullen vinden, denk ik. Maar de mensen komen hier vooral voor de rust, de ruimte en de stilte. We zitten hier direct in het stiltegebied. Overal hekjes geschilderd. Aangesloten bij VKABO. Bij de ANWB. Actie. Fietsoplaadpunten hier voor de deur lopen, fietsknooppunten en wandelknooppunten. Je kunt hier, als het geopend is, dadelijk in het seizoen het terrein oprijden. En dan hebben ze hier een leuk terrasje gemaakt waar je wat kunt drinken en een stukje cake kunt eten. IJsjes worden verkocht. Een stukje verderheid. Aan de linkse kant het kantoor, waar je kunt melden en eventueel terecht kunt met vragen. En dan heb je hier parkeerplaatsen die bedoeld zijn voor de gasten, omdat natuurlijk hier heel veel mensen komen met de caravan. Brengen allemaal de auto mee. Hier is het terrasje voor de langskomende fietsers. En overal heksen. Heel gezellig. De druiven groeien heel hard. We hebben gisteravond enorm onweer gehad. En nog veel ergere regen. Hier in het dorp stond alles blank. Straten ondergelopen, huizen waar het water binnen stond. Ze lopen richting de camping. 's Avonds is de slagboom dicht.
Hier heb je de afvalverwerking. Als je een stukje wil vliegen, dat kan, want de bezems staan klaar. Heel prachtig grasveld, heel goed onderhouden. En er zijn wel enkele gasten al. Ze hebben een leuke blokhut waar je kunt verblijven. Klein speeltuintje voor de kinderen. En achter de blokhut is plaats ook voor kleine tentjes. En je hoort hier de hele dag niks als het fluiten van de vogeltjes. Als je bij de ingang rechtsaf gaat, waar ik nu heen loop, leuke zitgedeeltes, de afwasplaats. Maar één kant geopend in verband met corona. Hier kun je je chemische toilet storten, staat de wasmachine en de droger. En overal bordjes. Op tijd handen wassen. Wachten op elkaar. 1,5 meter afstand houden. Heel goed. Hier is de recreatieruimte en het toiletgebouw langs elkaar. Binnen kijken bij de recreatieruimte. Hoe leuk is dat? Al de heksen aan de muur. Ik hou er wel van. Hier heb je de informatie. Grote plattegronden. Alles over wandel- en fietsknooppunten kun je hier vinden. Ook alle dingen die in de buurt te doen zijn. En geloof me, daar is nog wel wat. Je zit hier in een driehoek tussen de grote steden Weert, Eindhoven en Helmond. Nou, dat zijn alle drie steden die het bezoeken waard zijn. Informatiemappen en het gastenboek. Een magnetron die je mag gebruiken. Grote koelkast, diepvries die gebruikt mag worden. En hier nog een stukje met boeken die je kunt lezen. En heksen. We blijven hier een maand. Was voor ons ook even slikken. Maar ik denk op zo'n camping dat het nog niet zo'n probleem zal zijn. Hier heb je het toiletgebouw. Dat is juist geopend 2 dagen geleden. Maar vanwege corona is nog maar de helft van de deuren open. Dan mogen maar 3 mensen tegelijk binnen. Die moeten ook de deur achter zich op slot doen. En als ze weer terugkomen, de sleutel ophangen. Kijk, zie je? 1 wasbak open. 1 wasbak waar je achter een gesloten deur kunt. Die douche is dicht. Die wc is open. Die wc is dicht en die douche is open. Hier ga je naar de recreatiezaal. Dus, prachtig. We gaan het hoekje om. En dat bedoel ik positief natuurlijk, het hoekje om. En dan komen we bij het plekje waar wij staan. Nou, hoe fijn kan je het hebben? Helemaal voor ons alleen. Super. Valt niks van te zeggen. En dan heb je hierachter nog een recreatieparkje. Er staan appelbomen.
daar bloeien de flesjes. Je mag fruit plukken als je er zin in hebt en als het rijp is natuurlijk. Je kunt hier ook spelen voor kinderen dan. Het is geen hondenuitlaatplaats. Een enorme bamboe erachter. En daarboven zit een nest met jonge torenvalken. De torenvalk komt hier ieder jaar terug en dit jaar had hij een nest van 5. Ze zeggen dat er nog 4 over zijn, dus wat er met de 5e is gebeurd, geen idee. En ook hier kan je hartstikke lekker zitten. Dus mensen, ik denk wel dat we het hier een maandje volhouden. Filmpje. Een duimpje wordt gewaardeerd. En wilt u abonneren? Dat is helemaal gratis. Dank u wel. Into the great unknown.